Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van First Weights. Gym Rats op zoek naar de liefde. Ik zit hier vandaag met... Monica. Monica, van harte welkom. Waar kom je vandaan? Oene. Ligt dus Apeldoorn en Zwolle. Oh, dat is best een aardig eentje rijden. Ja, anderhalf uur. Oh, tandjes. Oké. Nou, we zitten vandaag in het prachtige Meidrecht in Super Gym. Hey, als jij jezelf zou moeten omschrijven in een paar woorden of in een zin, wat zou dat dan moeten zijn? Hoe zou dat luiden? Energiek, vrolijk, sportief. Oh, toch wel. Ja. Ik denk dat het wel even is. Ja, oké. En wat hoop je vandaag te vinden? De liefde. De liefde, ja. Heel cliché. Nee, ik moet zeggen, ik verwacht er eigenlijk niet heel veel van. Maar ik verwacht wel gewoon dat het gezellig is. Ik denk dat wel goed moet komen. Het is een blind gym date, maar zoals ik al zei, je hoeft er niet zoveel zorgen over te maken. Vind je het spannend? Ja. Ja, oké. Nou, dat snap ik wel. Dat, iedereen is ooit begonnen voor de camera. Eerste keer is altijd eng. Ja, precies. Nee hoor, maar dat, je zal geen eens last van ons hebben. Ik ga ook lekker trainen tussendoor, dus geen zorgen. Wat voor type val je normaal? Ja, dat is dus heel breed. De persoon in kwestie? Dat die breed is? Ja, nee, ik kan blond, bruin. Het maakt eigenlijk echt niet uit. Maar het is vooral de vibe waar ik op val. We zijn hier vandaag met... Tom. BB Joske. Tim. BB Joske. We kennen hem van Netty or Not. De man met veel haar op zijn anus. Ziekte van Hedel. Oh ja, ziekte van Hedel inderdaad. Wat voor type hoop je dat er binnen kan lopen voor? Of wat is je type? Nou, sowieso iemand die kleiner is dan ik. Hoe lang ben je? 1,78. 1,78. Hebben wij daar rekening mee gehouden? Ja. Oké, gelukkig. Kijk eens, als je ja, lekker man. Iemand die sport. Nog verder eisen? Of, ja, iemand vrouw. Die sport. Oké, ja, nou dat is denk ik ook best wel redelijk, de kans is daar best wel aanwezig. Ja, qua uiterlijk, ja, maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Het gaat om het innerlijk. Ja, precies. Ja. Heel politiek correct weer, maar oké. Nou ja, daar ben ik het wel mee eens. Het moet natuurlijk wel een klik zijn, ja. Anders werkt het. Ik hou van alles. Zolang maar een gymrat is, onder de 1,70. Kloppend hart. Een vrouw. Ja. Nou jongens, dan gaan we er maar even bij halen. Hoi! Hi! Oh, gewoon knuffel. Mag ook. Top. Hoi, Monica. Hi. Nou, leuk dat je er bent. Ja, zeker. Ja, gewoon eens één nieuwe dingen. Doe vaak op date of? Af en toe? Ja, maar nu heb je camera, het is toch anders? Ja, het is wel anders. Ik had eigenlijk ook wel een lege gym verwacht, hè? Sorry. Ja. Maar wel een kleine shout-out naar Super Gym dat we hier toch terecht komen. Ja, nee, maar het is groot sappie. Het wordt zo meteen wat rustiger als het goed is. Dus, en anders mag jij even de alpha mail uithangen en iedereen wegjagen. Zodat jullie samen kunnen trainen. Hoe oud zijn jullie allebei? Ik ben 25. 24. Oh, kijk. Dat is helemaal niet zo'n grote leeftijd, Gert. Ah. Hey, en wat doe jij in het dagelijks leven, Tom? Ik ben een vaste editor, video-editor voor een bedrijf en ik werk in de bouw. Oké, ja, leuk. Totaal anders allebei. Ja. Druk bezig met sporten, trainen voor de Ironman, triathlon volgend jaar. En voor de rest, ja, niks interessants eigenlijk. Uit eten gaan, veel eten. Ja, hou je van? Ja, zeker. Dat is ook best met koken, uit eten gaan. Ik ben niet meer van het uitgaan, maar eten wel. Oké, leuk. En jij? Ik werk in de ouderenzorg. Oké. De opleiding maatschappelijke zorg. Ja. En sporten en ook eten. Oh, eten. Ja. Wow, dat lijkt wel zelf elke gymrat veel eten. Gewoon eten. Ja, het is bulking season, hè, jongen. Van, hoort erbij, hè? Kan je een beetje koken? Ja. Okay. Ja, ik kook regelmatig voor mijn vrienden. Oké. Nou, als goed. Plus wel eiwitrijk, toch? Altijd. Ja, nee, dat is goed dat je dit zegt. Veel kip. Ja, inderdaad. Protein overdose. Hey, als jullie zouden moeten kiezen wat er vandaag getraind moet worden, wat zou het dan worden? Nou, ik zou zeggen rug. Kijk, een chest. Oh. Oké, doe steenpier schaar. Dat is goed. Gewoon één keer? Ja. Steenpier schaar. Ja. Wow, okay, nou, rug. Chest deed je. Oh, jammer man. Nee, zelfs rug dat, beter dan chest. Rug is leuker dan chest, hoor. Ja? Dat vind ik dus echt niet. Nee? Maar ik vind rug ook leuk hoor. Zolang je maar geen benen wilt doen, dat is prima. Benen doe je op de leg press of op de chest press. Ja, op de been. Ga je niet van benen doen? Nee, ik doe het wel, maar ik vind het echt verschrikkelijk. Jij ook niet. Nee, maar ik dacht dat is echt zo'n niet. Dus oh, nee, daar ga je. Daar ga je. Nou, maar het is toch zo? Tom wordt gecanceld, jongen. Nu al. Nee, maar oké. Nou.
Chesten. Juist, het is wel vaak. Nee, we gaan nu rug doen, toch? Ja, nee, maar dat je van chest. Ja, nee, we gaan rug doen, maar je houdt van chest. Ja, ja. Okay. Maar ik ben er ook het sterkste in, dus. Maakt niet uit. Ja. Maar het is je bankdruk. 60. Schijf van 20, ja, dat is zo. Hé, jongens, ik ga een lekker shockpilletje voor jullie maken. Met de nadruk op shockpil. Ja, je zou niet bij sportpoeder zijn als ik jullie geen sportpoeders ga aansmeren. Wat willen jullie? Ik heb eventueel groene appelsmaak. Als je deze twee allebei doet, krijg je echt smerig pomp van. Dan stijg ik echt van op. Als je deze twee samen doet, ook goede, maar niet zo heftig. Ja, dan ga ik toch voor... Ja, doe maar de eerste dan. Ja. Moet je wel voor extreem gaan. Extra beta-alanine erin. Die pintel shit. Ah, ik ben alfa, hè? Geen beta. Oh ja, 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 tuurlijk. Nou, niet zo gaan doen nou, man. Ja. Nu al praatjes. Ik ben blij dat ik niet met hem op date. Nee, ik zal me inhouden. Ik hou hem gedijst. Hoef je, ja. Hè? Nee? Nee, wees vooral lekker jezelf. Oké. Okay. Voor een luguber pompje. Dus gaan ik zou voor. Zeggen... Cheers. Nou. Vind je. Lekker. Maar ik herken jou wel, want jij hebt meegedaan aan Nature Not. Oh ja, ja, dat was wel succes, hè? Ja. Ja, ja, en ik heb je gisteren nog voorbij zien komen op TikTok. Oh echt? Oh, ja. Leuk. Oh, ja. Nou, toevallig. Dus ik weet toch wel gewoon een beetje wie je bent. Nou, maar ja. Ik ken jou niet. Ja. Maar dat weet ik ook. Oké. Okay. En wat... als jullie willen gaan beginnen, dan ga ik zeggen, ga je gaan. Ja, ik begin bijna te stuiteren, joh. Nu al? Gaan we? Ja. Ja. We hebben gewoon een bankje. Ja, maar die staat hier niet. Oh, dan moet je die pakken. Gods, het wil naar beneden. Dan haal je die van beneden, een bankje? Dan gaan we lekker pakken naar beneden. Godverdikkie. Gaan we allebei een kant? Ja, allebei een kant, kom maar. Mag ik onderlopen? Ja, oké. Okay. Ja. Zal dit normaal zijn? Nee. Boeien. Wacht. Wat doe je dat doet? Ja. Hey, passen, gaat hij passen? Jawel, pas wel. Heb je hem? Ja. Hij zit echt vast in mijn schouder. Dit is de warming up. Ja. Maar dan voor mijn benen. Och, jeetje. Gaat goed. Oké, okay, wat moet ik zorgen? Beter dan die... op de grond, toch? Zo. Wacht, zullen we hem even neerzetten? Oh, hij heeft hieltjes. Ja. Zo. Doe Noord cardio. Nou, lekker. Goed bezig. Hoppakee. Maar jij had je dus wel echt serieus opgegeven? Nee, mijn oma van 90 heeft me opgegeven. Nee, meen je het? Ja, want echt? Die wil heel lang, heel de leven dat ik een kerstdate heb. Ja. Dus als er nee wordt gezegd, wordt ze heel teleurgesteld. Oh. Dat alleen ja, misschien voor je had oma ik nee zeggen, weet je ook niet. Dat kan ook, ja. Moet je nog maar weer een keer. Dus ja, dan heb ik wel een hele verdrietige oma. Oh. Van 90. Zielig. Ja, maar hoe lang sport je al dan? 8 jaar nu. Ja, het is nu al lang. En jij? Sinds februari. Sinds februari? Ja. Echt? Ja. Ja, daarvoor zei ik altijd nee, ik heb zo'n hekel aan sporten en ik deed ook echt niks qua sport. Af en toe een keer hardlopen. En toen kon ik via het pasje van mijn broer naar de sportschool. Toen dacht ik, laat het toch maar een keer doen. Ja. Ja, toen maar hoe ben jij dan al 60? Dat ja, ben jij meer dan sommige vrienden van mij. Ja, maar het is echt achterlijk. Mijn spieren die groeien echt als een malle. Ah, voor nou. Vol geluk. Voor Feby, zo, dat is wel... Moet jij niet meedoen met Nettie or Not? Ja, dan wel. Ik zou het echt doen. Gewichten. Waar zijn de gewichten? Oh, hier. Zo. Lekker hoor. Nee. Je dizzy? Dit. Ik heb echt het gevoel... Nee, dat ga ik geen zeggen, want dan denken mensen dat het weer een excuus is. Nee, zeg maar gewoon. Ik heb wel het gevoel dat in elke gym dat elk gewicht anders qua gewicht is. Oh ja, maar daar ben ik het wel mee eens. Nou, dat ging niet zo lekker. Maar je hebt vanmorgen ook al getraind. Hoe kom je er sowieso bij om dan 's morgens ook al een keer te trainen? Ja, omdat... Wenna, oh. Vragen, als ze niet meer kunnen praten. Ja, nee. Ik kan niet normaal sporten als ik met iemand... aan het praten ben. Dan ben ik meer aan het praten dan sporten. Dus het... Maar heb je wel voor het verkeerde opgegeven? Ja, echt wel. Dus ik dacht, ik doe gewoon even gym sessie vooraf. En dan... Heb je alsnog je training gehad? Nou, oké. Okay. Moet ik achter staan? Ja. Ja, toch? Ja. Oh, fuck nee! Bijna! Ja, je voelt het altijd bij de eerste ding al, hè? Ja. Oh.
Nou, we hebben het geprobeerd. Ik heb vanmorgen ook getraind, dat is het. Echt? Nee. Oh. Gewoon een heel goed smoesje. Nee, maar ik heb echt schouders. Ja, weet ik. En ik heb een uur op de fiets gezeten, dus het... Ja, want die triathlon, hoeveel is dat? Want dan moet je zwemmen, fietsen en... Ja, zwemmen, hardlopen. Fietsen en hardlopen. Dus fietsen 180 kilometer, hardlopen 43 en zwemmen 3,8. In hoeveel tijd? Ik wil het in 11 uur en 45 minuten doen. Maar het is niet dat je daar maar een bepaalde tijd voor krijgt of zo? Nee, je kan er geen 3 dagen over doen, nee. Stukje tussendoor. Oké, maar wel heel vet. Wanneer is dat? 2 juni volgend jaar. Okay. In Hamburg. Ze komen kijken. En moet ik zeker de hele tijd mee. Ga je achter op de fiets? Maakt extra makkelijk. Hoeveel sporten? Ik ga 5-6 keer in de week naar de sportschool. Mm-hmm. Daarnaast 2 keer fietsen, 3 keer hardlopen en 1 keer zwemmen. Maar heb je ook nog sociaal leven? Of, Nee, eigenlijk niet. Daarom ben je hier. Daarom ben ik hier. Want jij werkt gewoon 5 dagen in de week? 7. In de 7 dagen in de bouw ook? Nee, 5-6 dagen in de bouw. En dan de rest gewoon editen thuis, achter mijn laptop. Pittig. Maar 5-6 dagen in de bouw? Ja. Dat is een zaterdag dan ook vaak. Ja, of zondag, verschilt. Een zondag in de bouw? Ja, ik werk voor een vriend van mij en die dat kan ook gewoon op zondag. Hoe lang doe je dat al in de bouw? Nu een half jaar. Wat heb je hiervoor gedaan dan? Ja, ik had hiervoor ook mijn eigen bedrijf. En ik ben afgestudeerd als videograaf, fotograaf. Okay. Ik had een social media marketing agency, dus ik deed alles qua social media voor bedrijven. En, wacht even hoor. Ik ga even thee halen, ja? Is goed. Je hebt wel een goede bicep. Wat heb ik? Je bicep. Goeie bicep? Dat is wel flink aanwezig. Is dat zo? Ik vind ze altijd wel matig. Ja? Ja. Dat vind je altijd van jezelf, toch? Body dysmorphia. Ja, verschrikkelijk. Nee, maar ik had mijn eigen bedrijf en liep hartstikke goed. En toen bepaalde omstandigheden mee gestopt. Ja. Dus toen even in de bouw weer gaan werken. En nu maar dit is nu gewoon tijdelijk? Nee, het sloopt je lichaam, joh. Ja, mijn vader heeft een eigen bouwbedrijf. Oké. Maar dat zie je ook wel, ja, inderdaad, met zijn lichaam. Ja. Goed is het niet. Sta ik nou goed trouwens? Ja, ik kan één stapje nog van voren zetten. Ja. Maar februari, dat... En wat heeft je in de gym gebracht? Ja, een vriendin van mij die ging altijd al. Ja. Het zag altijd wel gewoon gezellig uit en haar lichaam was echt gewoon super mooi. Ja. En ik was dus al wel af en toe aan het hardlopen en zo. Hoeveel wil je hem eigenlijk? 20. Ja, 20 is goed. Ik dacht, ja, het is ook wel gewoon leuk. Ja. En wat ik zei, toen kon ik op een pasje van mijn broer. En eerst keer benen getraind, toen vond ik het echt superleuk. Maar nu vind je niet meer leuk, benen? Nee. Logisch. Maar ik ben ook gewoon het zwakste met mijn benen, dus daarom vind ik het ook gewoon niet leuk. Ja. Ja, ik zie het zelf dus niet meer. Maar ja, dat zal je ook wel hebben. Grotere benen dan ik heb volgens mij. Gaan we zo even kijken, ja? Gaat een van ons huilend naar huis. Denk het ook. Hoe vaak ga jij naar de sportschool? In het begin ging ik echt 7 dagen. Ja. Nu vaak 6. Maar dat komt dan puur omdat ik dan, het is wel heel licht, door werk bijvoorbeeld niet kan. Ja. Maar anders ga ik wel gewoon 7 dagen. Maar ik vind het ook echt gewoon leuk. En ik kom op mijn bed vooruit. Hiervoor kon ik namelijk echt wel gewoon tot 10-11 uur in mijn bed blijven liggen, dat doe ik nu echt niet meer. Ja. Ik ga ook gewoon mijn wekker om 7 uur, zodat ik lekker altijd in de sportschool kan staan. Heerlijk. Nou, kom maar op. Je had er eentje weggedaan, ik zag het. Wat voor vraag was dat? Ik ben ze allemaal aan het lezen. Oh. 1 maand lang niet douchen of 1 maand lang niet gymmen? Niet douchen. Echt? Ja. Anders gaan de gains weg. Dat willen we niet. Ja, maar als jij gewoon je eiwit hoog houdt, dan gaat dat niet zomaar weg. Ik krijg spierafbraak na 2 weken. Dan al, ja? Ja.
Doe jij eten en bijhouden en zo? Nee. Je eet gewoon... Eiwitten wel, maar voor de rest... Nee. Ik had hier voor de 75 Hard Challenge gedaan. Toen hield ik het wel bij, maar nu eet ik gewoon alles eigenlijk. Je luistert gewoon naar je lichaam en... En jij? Ik eet ook wel. Ja, ik houd het wel bij, maar ik word er soms echt wel een beetje moe van. Hoezo? Ja, gewoon alles in die app zetten. En ik kom echt altijd aan mijn eiwitdoel. Ja. Alleen vetten niet echt. Ja. Maar denk je, ja, ga ik dat nou de rest van mijn leven doen? Altijd maar mijn eten bijhouden. Dus vandaag heb ik niks erin gezet, maar dan krijg ik eigenlijk error in mijn hoofd. Ja. Het was de eerste indruk van mij. Wacht, laat me heel even denken. Want kijk, ik, oh, nou, ik zag je. Nee. Ik zag je en ik herkende je al. Oh. Dus een echte eerste indruk was het ook niet, denk ik. Omdat ik je al eerder op TikTok had gezien. Oké. Okay. Dus die heb ik eigenlijk niet echt. Helemaal, maar ik vind het wel oprecht echt gezellig. Oh ja, ik ook. Ja, ja, nou, fijn. Oh. Ja. En jou, hè, voorbij? Ja, ik ken je niet van TikTok. Nee. Jammer. Nee. Nou, ik dacht oprecht, ja, leuke meid. Ja, voor de rest, indruk. Ik dacht... Ja, eigenlijk helemaal niks. Nee, ik, oprecht niet. Nee. Denk je niet zoveel? Nee, denk niet zoveel. Ja, dat kan natuurlijk ook. Lekker makkelijk. Oh. Op welk lichaamsdeel ben je het meest trots op? Mijn reet. De wat? Mijn reet. Oh, boenda. Ja. Dat is de boenda. Jij? Ik, mijn chest. Dat is wel zwaar hoor. Ja, mijn chest. Ik kan niet heel moeilijk zien. Je hebt zwarte kleren aan. Ik denk dat je meer tits hebt dan wat ik heb, dus je zit goed. Hoeveel rust doe je altijd tussen setjes dan ongeveer? 3 minuten. Maar dan doe je helemaal niet zo heel veel oefening eigenlijk. Jawel. Oké. Nee. Als ik bijvoorbeeld borst, schouders, tricep doe, dan doe ik eerst een borstoefening, dan doe ik een schouderoefening en dan doe ik een tricepoefening. En als ik die tricepoefening heb gedaan, dan ga ik gelijk weer borst doen. Dan heeft mijn borst al 3 minuten ongeveer rust gehad. Maar dan pak je ze wel echt dommer, of achter elkaar. Ja. Ja. Oké. En jij? Hoe lang ik vaak in de gym ben? Ja, ik denk dat jij 2 uur er staat of zo. Ja, in het begin dus wel. Ja. Maar nu probeer ik wel vaak 1 uurtje, 1.5 uur. Terwijl ik het wel echt gewoon heel fijn vind om daar te zijn. Dat kan echt zo'n hele dag zijn. Ja. En bodybuilden, dat wilde je gaan doen? Nee, powerliften. Powerliften? Ja. Ik zou eigenlijk nu gaan trainen daarvoor. Ja. Maar ik dacht, ja, ik kan misschien beter eerst even wat meer spiermassa aankomen. Ja. En dan pas mijn best gaan doen. En wanneer wil je dat gaan doen dan? Volgend jaar dan. Oké. Okay. Want ik wil nu dan bulken. Ja. Maar eigenlijk vind ik dat wel heel kut. Wat? Bulken. Hoezo? Ja, het eten vind ik heel fijn. Maar het aankomen, dat vind ik niet leuk. Ja. Wat valt voor jou onder vreemd gaan? Stel je voor dat je gewoon supplementen bestelt en dat het daarbij blijft. Nou, bij sportpoeder is het natuurlijk heel anders. Want bij ons is het zo dat als je supplementen bestelt, maak je ook nog eens kans op 10 keer een cashback elke maand. Dat wij jouw bestelling volledig terugvergoeden. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is via de sportpoeder app je aankopen te doen. En sterker nog, daar staan ook nog eens kortingen in. Dus daar bespaar je mee en je maakt ook nog eens kans op de cashback. En je helpt ons ook met onze leuke content te maken waar jullie zo van houden. Ik zou zeggen, download de app en geef je op voor de cashback. En geniet ervan. Bespaar lekker. Nou ja, seks natuurlijk, zoenen. Maar echt? Nee, dat vind ik... Nee, snap ik wel. Nee, maar ik vind denk ik... als jij met iemand bijvoorbeeld aan het appen bent en zegt van... ja, nee, ik heb zin in je, dat soort dingen. Ik vind dat denk ik ook nog veel erger dan dat je een keer met iemand zoent. Of een keer met iemand deelt, dat is ook niet oké. Okay. Ja. Maar dat is echt een... En bijvoorbeeld flirten in een club of zo met iemand anders? Nee, moet kunnen, vind ik. Ja? Ja. En jij? Maar ik ook zoiets. Als je met iemand anders aan het appen bent, ja, dan heb je sowieso wel andere intenties. Ja, daar ben je heel bewust mee bezig. Ja. Ja. Ja, is flirten in de club dan ook? Nou ja, flirten op een zekere hoogte. Wat versta je onder flirten? Nou ja, ik denk dat het heel gezond spelen, is. Ja, ik kan dat niet, maar... Beetje baard. Ik denk dat het wel heel gezond is als jij ook nog aandacht krijgt voor anderen en gewoon een beetje leuk. Maar
Dus ja. Als die op Tinder zou zitten, dan is dat no-go. Doe ik mee. Nee. Oh. Nee, laten we dat maar niet doen. Nee. Okay. Nee. Wel of niet gym op vakantie? Als het kan wel. Ik had dus afgelopen zomer was ik op vakantie met mijn zusje. Ja. En toen wilden we ook nog een keer naar de sportschool, niet gedaan. Maar volgens mij ben ik die vakantie zoveel kracht verloren. Ja. Zal ik volgend jaar. Ben jij een beetje van het zuipen, hè? Of niet? Ja, die vakantie wel, maar ik had daarvoor dus 7 weken geen alcohol gehad. Naar O.O. Gesso? Nee joh, Italië. Oh. Ja. Wat is er mis met Gesso dan? Nou, oké. Okay. Ja, ga jij die jaar nog heen, hè? Nee, ik ben er... wanneer ben ik er voor het laatst geweest? Vorig jaar nog. Echt? Ja. Met vrienden? Ja. Alleen? Nee, alleen. Ja. Voor dating life, hè? Ja, ga je daarvoor erheen? Deze hebben we al gehad. Ja, ik heb ze allemaal al gezien. Dus heb je ze allemaal al gezien? Ja. Ja, dit is een verpest gewoon heel... Ja, maar kijk, er zitten ook vragen tussen die ik gewoon echt niet kan beantwoorden. Want? Alle vragen over seks kan gewoon niet. Hoezo niet? Een beetje spijt. Mijn ouders gaan het ook zien. Ja, boeien. Ja, mijn ouders zijn christelijk, dus... Echt? Ja, dat laten we niet doen. Cardio in de gym of cardio in de slaapkamer? In de gym. Jij? Ja, wel in de gym hoor. Maar wat voor een cardio in de gym? Loopband. Zitten, als dan overal. Hoe zou je jezelf omschrijven in 3 woorden? Oh nee, wacht, deze is leuker. Nooit meer sport of nooit meer seks? Deze antwoord kan ik niet meer vragen. Zo kut hè, dat je nu jezelf... Voor je gezicht? Gezichtsuitdrukking? Sorry, expres niet naar gekeken. Oh, jammer. Ja? Dan doen we zo nog een keer. Ja, is goed. Maar, weet je het al? Ik heb er nog niet over nagedacht. Nooit meer gymmen of nooit meer... Wil je kinderen sowieso? Ik wil wel kinderen. Ik wil er 3. Oh, dat weet je ook wel. Ja. Oké. Okay. Ja, ik wil ze wel. Maar... Oké, dan nooit meer gymmen. Ja. Moet wel. Ja, dan moet het wel, ja. Ja, want jij kende Red dus al. Hij zei namelijk, hij vroeg of ik zenuwachtig was. Zeg ik, ja, best wel. Zeg ik, ja, maar ik weet wie het is, dus je hoeft je geen zorgen te maken. Ja, Red ken ik van uitgaan. Echt? Ja, en daar hou ik het bij. Maakt het spannend. Nee, Red ken ik van toen na de corona, toen hij weer uit mocht gaan. Toen, wat Red die woont in Boskoop. De incest dorp is dat. Niet al medelijden met die jongen. Zie je dat ook niet een beetje aan hem? Ja, ik weet het niet. Ik wil het ook niet meteen zeggen, hè? Nee, maar wij hebben ze. Al van de Rijn, dat ligt tussen Nieuwkoop en Boskoop in. En toen gingen we uit op dezelfde plek dat ze elkaar kennen. Maar jij doet dus eigenlijk helemaal niet stappen. Goeie zin opbouw. Jij doet dus helemaal niet stappen. Dat zei ik niet. Helemaal niet aan stappen, zei ik. Nee. Welk of niet? Ik ben volgens mij allergisch geworden voor alcohol. Ik krijg elke keer echt gewoon een migraineaanval als ik alcohol heb. Maakt niet uit hoeveel. Mm-hmm. Dus vorige keer had ik 2 biertjes gedronken. Volgende dag heel de dag last gehad van een steek in mijn hoofd. Noem ze een kater. Nee. Ik had het opgezocht. Maar het is dus migraine. Dus als je een steek in één kant van je hoofd hebt, dan zeggen ze al migraine is. Ja, ik had last in mijn linkerteen en nu... Ga je volgende week dood? Ja, volgende week dood. Oké. En jij? Af en toe. Af en toe. Ik heb wel een periode gehad dat ik heel veel deed stappen. Maar je bent nog student? Nee, ja. Iedere maand nog een school, de rest werk ik gewoon. Student? Dus ik ben zelf niet een echte student. Niet? Oh. Nee. Maar terwijl ik dus echt wel serieus met sporten, dus ook met eten bijhouden, niet meer drinken. Het ging nog wel stappen, maar gewoon luchter. En nu ben ik wel iets minder streng voor mezelf. Dus denk ik, ja, als ik af en toe op stap wil en wat dan drink ik, is ook wel prima. Het ook wel leuk blijven, hè? Ja, ik... Maar het is ook nu een totaal andere generatie, hè, dat ook nu stapt. Hoe zeg je de mensen die nu in de stad zijn? Nee, gewoon een nieuwe generatie. Dus heel veel zijn gewoon tussen 17 en 18, 16, 18.
Ja, maar je hebt natuurlijk ook gewoon clubs waar de jonkies niet lopen, hè? Waar ga je meestal uit dan? Apeldoorn. Stamkroeg in Boerdorp. Een bruine kroeg. We hebben stamkroeg in Oene. Dat zie je mij niet. Nee, vaak Apeldoorn en gewoon dezelfde tent. Dus dan ben je ook wel gewoon het allemaal bekende. Dat vind ik wel gewoon gezellig. Maar ja, ik kan dus ook echt heel erg genieten van gewoon lekker thuis, zaterdagavond. Kopje thee, nee, geen thee, ik hou van thee. Huh? Niet? Oh. Water, dat. Pre-workout, protein shakey. Ik heb het anders. Nee, ik hoef echt niet iedere week gek te doen of zo. Ja, ik was er wel van. Ik ging wel echt 4-5 dagen in de week uit. Eerst. Hoe leef jij dan zo? Ja, die pijn in je thee nou? Ja, precies, precies. En ik rookte ook echt 1,5 pakje per dag en zo. Ja, echt? Ja, serieus. Holy shit. Nee, dat... Maar toen woonde ik in Haarlem. En dan was het echt elke avond was gewoon echt helemaal naar de red gegaan. Maar op welke leeftijd was je van? Dat was... vorig jaar nog. Ja. Okay. Ja, het was allemaal in één keer was het gewoon zo geswitcht. En nu omdat je wilt een doel voor jezelf hebben? Ook. Ja, ik wil mijn doelen wel behalen natuurlijk. En als ik dat... Kijk, uitgaan is hartstikke leuk hoor, maar ik weet niet. Ik denk als ik weer in die oude leefstijl val, dat ik mijn doelen niet ga bereiken. Nee. Maar moet je altijd een beetje een doel voor jezelf hebben dan? Om het leuk te houden? Ja, anders weet je niet waar je naartoe werkt, toch? Ja, maar je kan ook gewoon je ding doen en niet per se een doel hebben natuurlijk. Dat kan ook, maar dat, ja, dat verschilt per persoon. Ik vind het leuk om een doel te hebben, weet je waar je naartoe werkt. Ja. Ik vind het knap. Dankjewel. Ja. Als jij in een taxi gaat, dan zeg je toch ook een eindbestemming? Vaak wel, ja. Anders is eindig je... Ja, ze zat mensen zonder doel, hoor. Wat gaan we doen? We gaan de 50 doen? Nee. Nee. Nee? Nee, dat ga... Dan ga ik echt ego liften. Doe ik ook alleen thuis. Dat ga ik niet doen. Maar nu moet jij de 22,5 doen, hè? Ja, ben je gek. Jij doet 50 ook niet. Nee, klopt. Oké, wat gaan we doen? 18 of 20? Ik doe dus eigenlijk nooit meer 20. 20. Ik weet niet of het lukt. Dan faal ik voor de 20. Tweede keer. 20. Even te lachen. Nee, ik hoor. 8 keer. Ben je gek? Ik krijg het helemaal zelf. Oh fuck. Wat is het? Het was. Het ging heel makkelijk op één zak het in. Maar ja, ik had hem in ieder geval 2 keer. Oké, nou, Monica, wat vond je van de date? Superleuk. Ja? Ja, ik heb echt heel veel zin gehad. Was het een beetje wat je van First Race verwacht had? Of had je verwacht dat het een stuk anders zou zijn? Maar ik denk dat ik van tevoren echt veel te veel over na heb gedacht. Mm-hmm. Denk ook vrouwen dingetje. Ja, dat snap ik wel. Dus uiteindelijk, als dat ik veel over na heb gedacht, is het gewoon niet. Het is gewoon, ja, het was echt gewoon heel leuk. Oké. Okay. Ja. En was het een beetje wat je verwacht had? Qua type gozer wat er binnen kon lopen? Hij was kal, dat had ik niet verwacht. Dat is echt heel lullig, maar zo bedoel ik het niet. Nee, hij krijgt vaak te horen. Maar dat, ja, dat zei hij wel, ja. Ja, ja. Ja, nee, dus dat niet. Maar qua gesprekken en zo was het wel eigenlijk wat ik hoopte. Ja. Oké. Okay. Merk je een beetje dat er een klik was? Ja, van mijn kant wel, ja. Oké. Okay. En ja, dan is natuurlijk de welbekende vraag. Zou je jullie elkaar vaker een spotje willen geven? Lijkt mij heel leuk. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we zo meteen eens even aan hem vragen wat hij van de date vond. Als hij serieus wil doen of niet. Tom, wat vond je van de date? Ja, hartstikke leuk en gezellig. Was het een beetje wat je ervan verwacht had? Ja, ze was. Je hebt wel eer vaker dat iemand wel vrij verlegen is, maar zij was het niet. Dus dat was wel. Ja, misschien komt het ook omdat zij zich wel op gemak voelt bij jou. Dat kan ook, hè? Ja, dat kan natuurlijk zo verschrikkelijk lief jongen. Snap ik. Ze zeggen ook altijd dat kale mensen vertrouwbaarder zijn. Als ze zich blootstellen, dan komen ze vertrouwbaar over. Dat is echt zo, zoek maar op. Op Facebook natuurlijk. Nee. Oké. Okay, nou ja, dus het was niet, of in ieder geval, het was positief uitgevallen dan had je dat verwacht. Het was, dus ik vond het hartstikke gezellig. Alleen ik ben nooit van het samen gymmen. Want je wordt alleen maar afgeleid. En daarom ben ik al vanochtend geweest, want ik wist dat het ging gebeuren.
Maar ja, ik ben nog meer gefocust op het praten dan op het gymmen. Dat is toch prima. Dus kan je niet normaal gesprekken. Ja, maar daar is First Beach ook voor. Dat je een beetje, je hebt allebei een passie. En dat is in ieder geval de match die je hebt. Oh. En dan is dat ook om nou ja, niet ongemakkelijke situaties te voorkomen. Maar dan kan je soms even gewoon even gaan gymmen in de tussentijd. Ja. Merk je een beetje wat er een klik was? Oké, nou wat vonden jullie van de chest workout? Ten eerste, wat vonden jullie van de shocktail? Was die lekker? Ja, uiteindelijk ja, wel. Ja, was wel lekker. Maar ik moet zeggen, ik dacht echt dat ik heel veel tintelingen zo zou krijgen, maar dat heb ik ja, dat niet vroeg gehad. Ik aan je of je nee, nog extra wilde. Oh, sorry, ik heb weer wat geluisterd. Ook een beetje. Ja, maakt niet uit, maar dat ik heb het aangeboden. Dus, oké. Okay. Nee, je kan gewoon los beta-amine toevoegen de volgende keer. Dan, okay. Ja, ik moet normaal van de pre-workout altijd naar de wc, maar dat doe ik altijd een keer niet. Nou, kijk, nou, ja, misschien even nog dat sport had. Ja, oké, okay, en wat vonden jullie van de chest workout zelf? Konden jullie het een beetje goed met elkaar vinden wat betreft het trainen? Ja. Ja, we begonnen al een benchje. Wilden allebei, dus dat was goed. Ja, ik had niet zoveel kracht vandaag als vandaag. Ja, je schouders waren zeker wel moe. Ja, mijn schouders waren wel moe. Precies. Ja, de pre-workout die werkte gewoon niet. Dat oh, was, nee, nee. Oh, graag. Die mij nog de schuld geven ook. Nee, daar is de deur. Nee. Oké, okay, en wat vonden jullie van de day zelf? Ja, ik vond het hartstikke gezellig. We konden goed met elkaar opschieten. Ja, het sporten zelf ja, was wat minder, omdat er veel afleiding was. Dus, dat is ook de intentie. Ja, dat is een beetje, denk ik. Ja, ik had eigenlijk precies hetzelfde. Ik vond het heel gezellig. Echt aan mijn zin gehad. Ja, maar inderdaad, sporten, nou niet echt. Ja, wel, de oefeningen die we deden was zwaar, maar ik heb nog niet heel veel gedaan. Nee, klopt. Dat kon beter. Ja. Ah. En volgende keer beter opletten bij spotten. Hè? Ja, nou, kom op. Als je dan zo makkelijk omhoog gaat, op een gegeven moment zak je in. Ja, maar altijd alert blijven als groeimaat. Ja. Oké. Okay. Nou, en dan komt de welbefaamde vraag. Zouden jullie elkaar nog wel eens een keer een spotje willen geven? Moet je eerst? Of, ja. Ja, ik wil ook al beginnen hoor. Oké. Okay. Oh, maar... Lijkt mij heel leuk. Oké. Okay. Ja, ik... Ik voelde het meer, ik kan hartstikke goed mee praten, mm-hmm. Dat zeker, maar ik voelde de aantrekkingskracht niet. Ik voelde het meer als vrienden die aan het gymmen waren, dat is hoe ik het meer voelde. Oké, okay. Nou, prima. Dus sorry. Ik heb mijn oma ook teleurgesteld, denk ik. Dus oma, als je kijkt... Ik heb helemaal niet teleurgesteld. Je stelt wel je vaker... mag nog steeds mee hoor. Je stelt al vaker mensen teleur, man. Dus nou, dank je wel, Red. Nee, geintje. Nou, ik wil jullie, ik vind het fijn om te horen dat jullie naar je zin hebben gehad. Voor mij hebben jullie heel goed met elkaar gepraat. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de reis hier naartoe en voor jullie aanwezigheid. Wil jij nou ook meedoen aan het programma First Wave? Geef hem op www.sportvoeder.nl. Staat helemaal onderaan de pagina. Of geef een vriend of familie.